tweede perspectief. Dus contact maken met de uitstraling van zijn zelf. En ik noem dat zijnskwaliteiten, in het boeddhisme heet dat boeddha-kwaliteiten. Dus die ruimte van zijn, wie jij bent als je niet ingesponnen bent en verkrampt bent in je neurose, dat heeft een expansief en lichtend en stralend en puur aspect. Aspect is zelfs te klein gezegd. Je bent lichtend, stralend en puur daar. En dat is heel vreemd, want daar identificeren we ons helemaal niet mee. We kennen onszelf als, we zien onszelf als historisch persoon met onze kreukels en gedoe. Ja, dat ben je ook op een bepaalde manier. Maar in die open ruimte, als je daar blijft, of langer bent, ben je dat helemaal niet. Daar ontstaat een hele nieuwe zelfvorm, om het zo maar te zeggen. Spiritvorm. En die spiritvorm die is subtiel, licht, puur, heilig. En daar kun je contact mee maken. En als je daar contact mee maakt, dan gaat er een enorm transformerende werking vanuit. Een openende werking naar je hele wezen, je energiesysteem. Het verfijnt, het ontspant, het masseert, het reinigt. En je leert wennen met de expansie van je energie. Dat is een hele intense werkvorm eigenlijk. Dan noemen we het tweede perspectief, dus rust in het zijn, noemen we dan het derde perspectief. Het werken met de uitstralingen van de spirit, noemen we het tweede perspectief. In de zijnsoriëntatie hebben we gebruiken een aantal manieren daarvoor. Eentje is dat we werken met energie, met lichaamswerk, een bepaalde manier bewegen, een bepaalde manier de aandacht richten, zodanig dat wat vrijkomt niet in een patroon gestuurd wordt, maar begint te rusten. De energie kan dan rusten in de grond, wordt daar als het ware geopend in die grond en begint zijn spiritkwaliteit te vertonen. En dan pak je die spiritkwaliteit als het ware beet met je aandacht en dat ga je uitbreiden. Zo doe je dat in lichaamswerk bijvoorbeeld. Dus in meditatie en beweging heb ik dat uitgewerkt. Dan kun je dat lezen hoe ik dat doe. Dus dat is met energiewerk. En we doen het ook, dat is ook heel bekend, met visualisaties. Als je realiseert dat onze gedachten deze werkelijkheid construeren, dan is dus deze werkelijkheid is maar een interpretatie van de werkelijkheid. En dat betekent ook dus dat je deze werkelijkheidsinterpretatie zo kunt loslaten en een nieuwe werkelijkheidsinterpretatie als het ware kunt oproepen. En dat kun je met visualisatie doen. En dan roep je de sfeer, de puurheid en de heiligheid van de spiritdimensie, die roep je tot leven door hem te visualiseren. Te visualiseren als een huis of een tempel van zijn, een heilige ruimte. En als die visualisatie een beetje gestabiliseerd is, dan begint hij jouw hele manier van zijn gaat transformeren in en gedurende die visualisatie. Want ons lichaam, ons energiesysteem, luistert naar wat onze geest zegt dat de werkelijkheid is. Dus als ik hier denk dat jullie allemaal vijanden zijn bijvoorbeeld, dan zal mijn energie contraheren. Als ik hier denk dat jullie vrienden zijn, dan zal mijn energie expanderen. Dat is al een heel simpel voorbeeld. Mijn energie en gevoel reageert dus op mijn werkelijkheidsaanname. Nou, nog op een veel dieper niveau kun je dus de aanname van geschiedenis, tijd, concreetheid, fysiekheid enzovoort, kun je loslaten in de visualisatie van de heilige, pure, lichtende ruimte van het huis van zijn. Dat is als het ware een subtieler niveau van deze werkelijkheid, een verfijnder niveau van deze werkelijkheid. Die zien we meestal niet, omdat ze vastzitten, maar je kunt hem dus opwekken. En als je hem opwekt, dan wordt hij vlees, dan wordt het woord vlees, en dan ga je dus die puurheid belichaam en week jezelf dus ook op die manier los van de dwang van de conditionering die ons normale leven domineert. Dus dat is het tweede perspectief. Het heeft veel te maken, het tweede perspectief heeft iets met heiligheid en devotie te maken. Eigenlijk is het iets waar niet zo makkelijk openbaar over te praten valt, want het is iets heiligs eigenlijk. Maar goed, het is er en we kunnen er contact mee maken en het is een integraal onderdeel van het zijnsoriënterde pad om dat
op te wekken. Eigenlijk is het niet opwekken, het is bevrijden, om dat vrij te maken in jezelf.